toen wij 5 jaar geleden begonnen, was er in geen enkele muziekwinkel waren er meer dan 2 ukuleles te vinden. En dat waren dan meestal 2 hele slechte. Eigenlijk wil je dan het liefste dat wat wij hebben gemaakt. Dus dat je ergens een winkel binnenkomt waar echt ongelooflijk veel ukuleles aan de muur hangen. Waar je, oh, mag ik die voelen? En oh, mag ik die voelen? En oh, mag ik die? En oh, dit is leuk. En ja, en dat was er gewoon niet. En ukuleles waren ook best wel heel moeilijk te verkrijgen toen. Het is heel leuk, want ukulele spelen is ontzettend makkelijk. En daarmee kun je, zelfs als je niet heel muzikaal bent, kun je heel makkelijk zelf gewoon al liedjes spelen. Met 1 akkoord speel je al een liedje. De afgelopen jaren mochten Marcel en Evelien kosteloos gebruik maken van het pand van Woonstad, omdat het toch gesloopt zou worden. Maar die plannen zijn veranderd, dus wil de verhuurder nu een reguliere huurprijs ontvangen. Maar dat kan het ukulele paradijs niet opbrengen. Als je 5 jaar een ukulelewinkel hebt waar je gewoon helemaal niks mee verdient, dan ben je er wel een beetje zat hoor. Maar aan de andere kant is het natuurlijk heel jammer om al die mensen die er hier zo van houden, om die teleur te stellen. Helemaal over en uit is het nog niet, want er zijn toekomstplannen. Nou, we willen waarschijnlijk in een woonwagen verder gaan. Alleen die woonwagen die moet nog even opgeknapt worden, dus dat gaat niet alle minuut gebeuren. Dus we hebben denk ik even een pauze nodig. Van overtuigd zijn dat muziek een ontzettende verrijking van je leven is. En ook van jullie leven. Ja, onmisbaar. Maar eind deze maand is het dus voorlopig